Global Shapers, daar wil ik jullie graag wat meer over vertellen. Het is een co-productie tussen Arcades en onze grootste aandeelhouder. Arcades is een internationaal bedrijf, voor degene die het niet weten, komt voort uit Heidemij. Inmiddels wereldwijd verspreid, ook door verschillende acquisities. Ons medewerkersbestand is door die acquisities ook wat veranderd. We hebben nu 50% van de medewerkers dat 35 jaar of jonger is. Dus dat is een kritische massa. Niet alleen in hoeveelheid, maar ook in attitude. Daarnaast hebben wij de Lovinklaan Foundation, de grootste aandeelhouder van Arcades. En die zetten zich ook in voor kennisuitwisseling en het verbinden van medewerkers wereldwijd. Nou, dat is zijn de twee elementen die achter Global Shapers zitten. Wij zijn namelijk met onze vraag rondom die jonge generatie, die 35 en jonger, zijn wij bij onze Lovinklaan Foundation aangekomen en zijn we gaan praten over, hey, wat betekent dat nou als je zoveel jonge mensen in je wereldwijde bedrijf hebt? Ze hebben andere ideeën, ze hebben andere behoeften als het gaat over samenwerken, over dat internationale gevoel wat een bedrijf moet hebben. Want je kan wel zeggen, we zijn internationaal, maar zij willen het ook meemaken, beleven. Ze willen kennis uitwisselen op allerlei manieren. Ze willen dat gefaciliteerd zien door allerlei spannende methoden, apps en noem maar op. En ondertussen willen ze ook het gevoel hebben van, hey, Arcades, daar werk ik. Dat is een employer waar iedereen eigenlijk bij zou willen werken als jonge adviseur of jonge ingenieur. Nou, de business case, die was scherp genoeg. Lovinklaan zei, wij gaan bijdragen, we gaan Global Shapers opzetten. Dus dat hebben we gedaan. Dat is een heel circus, kan ik jullie vertellen, want het is dus wereldwijd. Wij hebben jaarlijks, kunnen jonge mensen zich aanmelden voor Global Shapers. Dat doen ze via een website, die is ook voor iedereen te zien. Dus de link deel ik graag. Ze melden zichzelf aan. Vervolgens komt er een selectie op een aantal criteria en van de 400, 500 aanmeldingen mogen 100 mensen deelnemen. Die plaatsen we in virtuele teams die via Jammer allerlei opdrachten gaan vervullen in aanloop naar echt het hoogtepunt van het Global Shaper programma, een face-to-face meeting, ergens op een plek in de wereld, 4 dagen bij elkaar. Die 4 dagen bij elkaar die zijn echt high intense. Veel sporten, veel samen doen, hard werken, de board ontmoeten, echt over de hele wereld contacten zoeken, want ze zijn met concrete opdrachten bezig die ons als bedrijf kunnen helpen en verbeteren. Daarvoor mogen ze ambassadeurs benaderen. Nou, het is een circus wat ze weer gaan niet kent. Dus over een paar weken is het weer zover en dan staat de telefoon of Jammer weer rood gloeiend. Het levert een club mensen op die keihard gewerkt heeft aan resultaten en die elkaar heel goed heeft leren kennen. Resultaten. Een paar voorbeelden van vorig jaar. We hebben er 4 al concreet op de plank liggen, ontwikkeld door die Global Shapers. Dus dat is mooi. Qua draagvlak hebben we er sowieso al 100. We hebben een Dual app. Via de iPhone kun je tegen je collega's wereldwijd kijken wie het meest over ons 125-jarig bestaan weet. We hebben een virtual teaming tool waarin allerlei tips staan van hoe werk je nou samen en hoe doe je dat dan in zo'n internationale context. We hebben MyBuddy, waar je, ja, een soort marktplaats kan ik het beste maar noemen. Ik heb een vraag of ik ga naar Brazilië, daar ken ik niemand. Wie helpt mij? Collega uit Brazilië, gezocht, gevraagd. Hey, als ik naar Brazilië kom, wat moet ik dan doen? Waar moet ik heen? Wie kan ik misschien wel ontmoeten van het bedrijf? Via MyBuddy. En de Arcades Journey, een onboarding experience. Ook weer een andere manier van mensen in ons bedrijf kennis laten maken. Hoe verder? We zijn nu voor de 2e keer bezig. En weer hadden we die enorme bus en ontzettend veel aanmeldingen. Dus in dat opzicht, succes is er. Dit jaar gaat de hele club naar Azië. Nou, dat had een groot effect natuurlijk. Wauw, naar China, naar Hongkong. En ze gaan weer aan de slag met iets wat ons bedrijf beter maakt. Een branding tool waarmee we juist die jongere generaties aan ons kunnen binden. En die we dus voor recruitment kunnen gaan inzetten. Dus straks in oktober hebben wij weer een x-aantal producten op de plank leggen. Waar wij als bedrijf mee verder kunnen. Dus dat is eigenlijk de waarde
van ons mooie Global Shapers programma van voor en door Arcades.